Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu zal binnenkort starten met projecten ten behoeve van behoud en waarborging van mangroven en parwabossen. Minister Silvano Tjonahing zei gisteren voor de aanvang van de Raad van Ministers aan journalisten dat er nu meer dan ooit aandacht moet worden besteed aan de bescherming van de kustvlakte. Ik denk dinsdag zullen wij de launch hebben van een ACTO-project voor het mangrovenproject, waarbij ACTO een bedrag van 400.000 beschikbaar stelt om de twee mangrovenprojecten te financieren. Daar is dus professor Naipaul nou bij betrokken. En dus die projecten worden dinsdag, dacht ik, gelaunched en daar zullen dus meer details over volgen. Tjonahing zegt verder dat met de uit te voeren projecten er verder gewerkt zal worden aan het beschermen van de kustvlakte tegen de rijzende zeespiegel. Ook het inzakken van de visserszorgweg in Kommewijnen, nadat mangroven is verwijderd, is inmiddels onder de aandacht gebracht van de minister. Uiteraard, wij weten, we zijn ervan op de hoogte dat door de vernietiging van de mangroven en parwe aanplant, soms door de mens, soms heel spontaan door de natuur zelf, dat we daar iets aan moeten doen. En het project waarover ik het had, over de uitbreiding van de activiteiten van met name professor Naipaul, het zijn twee projecten, dat is daar onderdeel van. Uiteindelijk zullen wij, en daar zijn al gesprekken over gekomen, zullen wij een integraal mangrovenproject launchen. Dat project is nu in voorbereiding en de bedoeling is dat het gebied onder de microscoop gaat en dat er een studie komt en een projectvoorstel om het hele kustgebied te beschermen met zeg maar wat men noemt nature-based solutions.